Ja, iets eenvoudiger gezegd betekent dat dat onder aanvoering van SP-Kamerlid Renske Leijten voor de vierde keer in vier decennia een poging wordt gedaan om het correctief referendum in te voeren. En de vraag is natuurlijk waarom dat steeds maar niet lukt en of zo'n referendum wenselijk is. En daarover ga ik praten met Patrick van Schie. Hij is directeur van de Telders Stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en historicus Maarten van Rossum. Goedenavond allebei. Goedenavond. De vierde keer. Goedenavond. In vier decennia dus. Nou zit ik hier gelukkig met de twee historici. Hoe kan het, meneer van Schie, dat dit onderwerp toch steeds weer terugkomt op die politieke agenda? Nou ja, elke keer wordt het niet aangenomen. En dat ondanks het feit dat een duidelijke meerderheid van de bevolking structureel voor is. Mm-hmm. En het is zelfs de vraag of als de Kamerleden vrij zouden kunnen stemmen over dit onderwerp, of het de vorige keer al niet was aangenomen. Maar zoals bij veel onderwerpen geldt hier fractiediscipline. En daardoor heeft het de vorige keer net niet gehaald. Ja. In de tweede lezing wel te verstaan, want er was wel een meerderheid voor. Maar in de tweede lezing moet een tweederde meerderheid voorstemmen. Ja, omdat het een grondwetswijziging betreft. Omdat het een grondwetswijziging betreft, ja. Ja. Meneer Van Rossum, snapt u dat de partijen die voorstander zijn van zo'n correctief bindend referendum, dat die het telkens opnieuw proberen? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant vind ik het vrij stomzinnig. Oh. En dat ligt eigenlijk aan het feit dat die partijen die dat steeds doen, we zijn daarmee begonnen met die praatjes over dat referendum natuurlijk in de jaren 60. Het is oorspronkelijk allemaal afkomstig van D66. En het idee was natuurlijk dat onze parlementaire democratie niet naar behoren functioneert en dat dat aangevuld zou moeten worden met referenda, in principe meerdere referendums, maar referenda. Oké. Ik ben daar falikant tegen, omdat een democratie die referenda houdt, die moet zich heel anders inrichten dan de onze. Wij hebben een parlementaire democratie, mm-hmm. Die functioneert heel behoorlijk. En dat kunnen we verreweg het beste afmeten aan de opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen. Die was de afgelopen keer was het 75%. Die vijf jaar daarvoor was het 82%. Dat zijn uniek hogere percentages als je naar andere landen kijkt. Ja. Dus de vraag is, als je zulke hoge opkomstcijfers hebt bij parlementaire verkiezingen, waarom je dan in godsnaam de bevolking ook nog eens een keer zou moeten raadplegen over kwesties die via een referendum aan de orde worden gesteld. Te meer omdat steeds blijkt dat de opkomst bij referenda, dat die veel lager is dan de opkomst bij parlementaire verkiezingen. Ja. Dus je fietst eigenlijk op een nogal ondemocratische manier door de parlementaire besluitvorming heen. Vandaar dat ik het dus tegen ben. Ja, meneer dat de meerderheid van de bevolking ervoor is, komt gewoon omdat ze niet de flauwste benul hebben van de manier waarop een parlementaire democratie functioneert. Ja, meneer Van Schie, dat zijn heel wat verwijten. De opkomst is al hoog genoeg bij de gewone Kamerverkiezingen. Dus we hebben zo'n referendum helemaal niet nodig, zegt meneer Van Rossum. Hoe denkt u daarover? Nou, bij gewone verkiezingen zijn er natuurlijk tal van onderwerpen aan de orde. En over specifieke wetten, daar kan de bevolking op dat moment niet duidelijk maken hoe ze erover denkt. Uh-huh. En er wordt heel vaak gezegd dat het ook eigenlijk strijdig zou zijn met het parlementaire vertegenwoordigende stelsel. Maar in de vorm zoals het nu besproken is vandaag in de Tweede Kamer en eerder ook al, namelijk een correctief referendum, doet gewoon het parlement zijn werk. De Kamer, die nemen een bepaald wetsvoorstel aan. Uh-huh. En alles wat dit referendum als mogelijkheid biedt, is als er onder de bevolking een meerderheid is die zegt, ja, maar dit, in dit specifieke geval, is deze wet niet wat wij willen, dat wordt niet gedragen door de bevolking, mm-hmm. Dan kan de bevolking dat afwijzen. En dan is er ook niet zoveel aan de hand, want dan blijft de situatie zoals het was. Hè. Er wordt dan vaak gezegd, ja, maar dan ontstaat er chaos of zo. Nee, dan blijft de situatie zoals het was. Het enige wat er gebeurt is dat het nieuwe wetsvoorstel dan niet tot wet wordt. Het werkt ook in tal van landen gewoon samen met een parlementair stelsel. Hè. Vaak wordt gezegd, ja, men kent dat dan in Zwitserland, maar er zijn tal van landen met een parlementair stelsel die een referendum hebben in deze vorm. Ja, het is dus ook bijvoorbeeld anders dan het Brexit-referendum, waar het niet over een bestaande wet ging, maar er echt een nieuw initiatief gelanceerd werd.
Ja, klopt. Hier gaat het om wetten die door het parlement zijn aangenomen en waar, als er voldoende steun vanuit de bevolking voor is, de bevolking de mogelijkheid heeft om een referendum aan te een deel van de bevolking mogelijkheid heeft om een referendum aan te vragen. En dan, dat is nu op dit moment nog niet duidelijk bij het wetsvoorstel, hoe hoog dan de drempel wordt gelegd van mensen die voor of tegen moeten stemmen. Maar het principe is dat als een meerderheid van de bevolking tegenstemt, dat dan het wetsvoorstel alsnog niet doorgaat. Ja, meneer Van Rossum, er kan helemaal niet zoveel misgaan, want het gaat alleen om het tegenhouden van wetten. Ja, dat zegt me allemaal helemaal niks, moet ik u zeggen. Waarom bij onderzoek naar referenda blijkt voortdurend dat mensen bij een referendum vaak helemaal niet stemmen over de kwestie die in het referendum aan de orde wordt gesteld. Uh-huh. Maar dan zijn ze ontevreden over de zittende regering. Ze hebben de pest aan balken en dat kan van alles en nog wat wezen. Het blijkt ook uit datzelfde onderzoek dat de referenda hebben een zogenaamde high negativity bias. Dat we zeggen de impuls om tegen te stemmen, uh-huh, lekker tegenstemmen, de opgeheven middelvinger. Dat is bij een referendum een heel belangrijke zaak. En bovendien, bij die kwestie van die standpunten waar de bevolking dan tegen is, dan moeten ze maar kennis nemen van de programma's van de verschillende partijen. Ja. En dan zouden ze redelijk op de hoogte kunnen zijn van datgene wat die partijen wensen of niet wensen. Maar wat is er slecht aan dat het een mogelijkheid is om een... Allemaal weten helemaal niet van op de hoogte. Dus ja, dan moet je er met zo'n referendum doorheen gaan fietsen. Maar wat is er mis met zo'n... Meneer Van Rossum... Als ik alle vertrouwen had in de kennis, de kunde en het doorzicht van de Nederlandse kiezer, dan zou je er ook kunnen overwegen, maar dat heb ik helemaal niet. We hebben een systeem waarbij we in feite een parlementslid, leden van het parlement, mandateren om voor ons te denken en beslissingen te nemen. Dat is ons systeem. Als je dat niet wil, dan moet je een ander soort democratie inrichten. Nou ja, dat is dit voorstel natuurlijk, om die democratie een beetje aan te passen. Is het ook niet arrogant om te zeggen van de kiezers die stemmen per definitie verkeerd? Nou, dat is maar net hoe je het bekijkt. Dat, ongetwijfeld vindt u dat arrogant als ik dat zeg. Nee, dat vraag ik. Maar ik wijs maar even op de Brexit. Ik bedoel, een kleinigheid misschien. En nu hebben de Engelsen zich natuurlijk op gruwelijke wijze in de voet geschoten en hebben ze spijt als haar op hun hoofd. Maar meneer Van Schie legt net uit dat dat hier niet kan gebeuren, omdat het gaat om een correctief referendum. Dus over een wet die al door de Kamer is aangenomen. En in het geval van de Brexit-wet was dat zeker niet het geval. Nee, maar je zult zien dat er ook in die referenda allerlei kwesties aan de orde worden gesteld. Of dat zou kunnen dat je in de wetgeving over het referendum, dat je die heel beperkend uitvoert. Zoals bijvoorbeeld ook voor een deel in Zwitserland het geval is. Dus over allerlei zaken, daar mag in referenda niet naar gevraagd worden. Nou ja, dan heb je het al sterk beperkt. Als je dan ook nog zegt dat er ten aanzien van de opkomst een hoge limiet in zit, ja, dan weet ik wel zeker dat de meeste referenda in Nederland sowieso gaan mislukken. Okay. Dus nogmaals, ik zie er in een functionerende democratie, als wij nou een waardeloze democratie hadden, maar dat is niet zo. We hebben een redelijk functionerende democratie. En dan is er geen enkele reden om jezelf al die moeilijkheden van referenda op de hals te halen. Ja, het is in feite een soort sprookje. De staatscommissie, laat de bevolking spreken. De staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van oud-VVD, of nog steeds VVD'er, maar in ieder geval oud-minister Johan Remkes, leverde in 2018 een rapport op waarin zij ook pleiten voor de invoering van het referendum. Ze zijn het niet eens met u, meneer Van Rossum. Zij zeggen de stem van de kiezer moet meer gehoord worden en dat kan via zo'n referendum, meneer Van Schie. Ja, dat is hartstikke fijn, maar waarom zou ik het per se eens moeten zijn met het rapport nee, Remkes? Dat hoeft niet zeker, niet per se. Maar ik wil heel even aan meneer Van Schie vragen. Want meneer Van Schie, ja, bent u het met die commissie eens? En denkt u dat zo'n referendum de kloof tussen de burger en de politiek kleiner kan maken? Ja, ik ben het grotendeels eens met die commissie. Hm. En de argumenten die Maarten Van Rossum net aanvoert, die hoor je heel veel. Maar eigenlijk is het ene argument een argument tegen het algemeen kiesrecht als zodanig. Hij vindt eigenlijk de kiezers te dom. Dat is denk ik een ernstige onderschatting van de kiezers. Je ziet ook dat in landen waar het referendum bestaat, dan zie je dat daar de bevolking, wanneer een referendum aan de orde is, zich ook wel degelijk verdiept in de aanhangige zaak. En het tweede deel, wat hij zei, ja, de kiezers stemmen vaak nee en dat is ongewenst. Dan laat je dus het instrument dat je in de democratie gebruikt afhangen van de door jou gewenste uitkomst. Nou, dat lijkt me niet een juiste manier. Nee,
om over democratische instrumenten te praten. Dit is een heel oud argument, hè. De kiezers zijn conservatief. Maar dat doet niet ter zake, want de principiële vraag is of de kiezers in bepaalde gevallen aan de noodrem mogen trekken als zij het duidelijk met een bepaalde wet niet eens zijn. Meneer Van Rossum? Het gaat uiteindelijk over hem. Sorry, we hebben wat problemen met de verbinding. Dat is een heel ander probleem dan nu geschetst wordt. Het gaat erom dat er bij referenda een sterke neiging is om allerlei rare, vage sentimenten te laten meewegen die met het referendum niets te van doen hebben. Ik zou ook wel eens willen weten, wat moeten denken over zo'n referendum als we ooit hadden namelijk. Mm-hmm. Dat was dat referendum over die handelswetgeving met de Oekraïne. Waar je dus ziet dat de opkomst laag is. En ook dat praatje dat de kiezers daar enorm veel verstand van hadden, daar geloof ik natuurlijk geen donder van. Dat was helemaal niet waar. De kiezers hadden geen idee. In feite was dat referendum gericht op het verdacht maken van de Europese Unie. Ook daar zie je weer hoe verwarrend zo'n referendum kan werken. Ja. De opkomst bij dat referendum was 31%. 1% boven wat het absolute minimum was. Ja, dan en bovendien 60% stemt tegen. Dus 18% van het Nederlandse electoraat was tegen. Meneer Van Schie wil graag reageren, meneer Van Rossum. Dat kun je ondervangen door opkomst- of uitkomstdrempels te stellen. Dat is ook precies wat aan de orde is. Het referendum uit 2005, daar was de opkomst 63%, al aanzienlijk hoger. Dus dat is allemaal te ondervangen. En wanneer het gaat om dat voldoende mensen moeten stemmen, dat geldt ook niet bij gewone verkiezingen. Het Europees Parlement, daar is in Nederland ook wel eens voor gestemd met een opkomst van 39%. Dat is ook ver beneden de helft. En toen is ook niet gezegd, uiteindelijk zijn deze verkiezingen niet geldig. Dus op zich valt er wat voor te zeggen dat je een zekere opkomst of een bepaalde mate van uitkomst moet hebben. Dat is een technische discussie, doet misschien niet zoveel te zaak, maar dat voldoende mensen aan de referendum moeten hebben deelgenomen. Daar kun je gewoon drempels in aanbrengen. Ja. Die wel werkbaar moeten zijn. En dan kun je dat probleem dat gestemd zouden hebben prima ondervangen. Ja, ik ben wel benieuwd, meneer Van Schie, want de staatscommissie Remkes doet daar wel een aanbeveling over. Die zeggen je moet 400.000 handtekeningen ophalen. Dan kan er zo'n referendum komen. En dan moet 33,3% van de opkomst van de laatste Tweede Kamerverkiezingen, die moet nee stemmen. En dan moeten er ook nog meer nee dan ja stemmers zijn voor zo'n voorstel. En dan wordt een wet tegengehouden. Vindt u dat een goede richtlijn? Ja, je kunt discussiëren of dat 33,3 of 30% of 25% moet zijn. Bij het vorige wetsvoorstel was die door een amendement van de ChristenUnie op 40% gelegd. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, in geen enkel geval kan een referendum worden gehouden waarbij de kiezers nog echt aan de rem kunnen trekken. Dus dan wordt het een fopspeen. Dus je moet het wel zodanig leggen dat het ook reëel wordt dat mensen inderdaad een wet nog kunnen tegenhouden. Ja. Maar dus over precieze drempel, dat was vandaag ook in de Kamer, daar kun je nog over debatteren binnen een bepaalde marge van zeg tussen de 25 en 33,3% die tegen moet zijn. En natuurlijk moeten er dan meer tegen dan voorstanders zijn. Dat spreekt vanzelf. Ja, meneer Van Rossum, maakt u dat nog uit, de opkomstdrempel? Nee, of zegt u nee? Ik ben Vaticaan tegen om de eenvoudige reden. We hebben een soeverein parlement. Dat kiezen we bij parlementaire verkiezingen. Daar is in Nederland niets mis mee. Daar worden in Nederland worden daar hele hoge opkomstpercentages bij gehaald. Er is niets tegen de Nederlandse parlementaire democratie. En dan voeren wij dus een instrument in wat in feite de soevereiniteit van het parlement fundamenteel aantast. Als je dat staatsrechtelijk juist vindt, dan is er iets volledig mis met je staatsrechtelijke opvattingen. Oké, ik denk dat de standpunten helder zijn. En dank voor dit debat nu. We kunnen het misschien in de komende decennia nog wel voor de 5e, 6e, 7e en 8e keer gaan voeren. Maar de argumenten die zijn weer een keer helder. Dank daarvoor historicus Maarten van Rostem en historicus Patrick van Schie, directeur van de Telder Stichting.